Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend was er nog wat zon, zeker in het oosten en noordoosten van het land. Maar vanuit het westen is de bewolking verder toegenomen. En dat hangt samen met een storing die we ook op deze satellietfoto heel goed kunnen zien bij die storing hoort ook neerslag en die neerslag trekt inmiddels over het land. als we de radarbeelden erbij pakken, dan zien we dat die neerslag in de loop van de ochtend al het zuidwesten bereikte en inmiddels is die neerslag in een brede band over het land en trekt naar het oosten toe. In de loop van de middag zal het in het westen alweer droger worden en misschien dat in Zeeland zelfs nog even de zon doorbreekt. Ik denk dat het in het midden en oosten van het land wel tot in later in de avond duurt voordat het ook daar droog wordt en er een paar opklaringen komen. Het plaatje voor de avond ziet er dan ook redelijk grijs uit, veel bewolking dus nog, wel een paar opklaringen zeker in de westelijke helft van het land. Uiteindelijk wordt het ook wel droger, maar misschien dat er later in de avond weer een enkele bui valt, dat dan met name in het zuiden en zuidwesten van het land. In de nacht zijn er een paar opklaringen, zeker in het noorden en noordoosten. Daar koelt het af tot een graad of 4. In het westen en zuiden is wat meer bewolking en valt er ook misschien een enkele bui. Daar is het zo'n 5 graden. Morgen overdag begint de dag eerst heel redelijk. Op veel plaatsen is het droog, maar er is wel veel bewolking. Misschien dat in het noorden een klein beetje zon is. Het wordt in de middag een graad of acht. En laat in de middag gaat er in het zuiden weer wat regen vallen. En die regen breidt zich in de avond ook weer langzaam over de rest van het land uit. De wind is morgenmatig aan zee vrij krachtig uit het zuidoosten. Kijken we dan naar de dagen daarna, dan zien we dat we een licht wisselvallig weertype houden. Elke dag is wel een beetje ruimte voor de zon. De ene dag wat meer dan de andere. Met name de zondag is meer ruimte voor de zon. Maar verder zijn er ook een aantal buien. Die vallen dan op de zaterdag met name in de tweede helft van de dag. En maandag trekken ze eigenlijk de hele dag door over het land. De middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 8. En als we dan ook nog eens naar de 15-daagse kijken, dan zien we dat van winterse temperaturen echt geen sprake is. In de nacht naar zondag kan het misschien wel een graadje vriezen, maar veel meer dan vorst in de nacht komen we echt niet aan. En zeker later in de volgende week gaat de temperatuur langzaamaan verder omhoog en komt in het weekende wat daarna komt, zelfs ruim boven de 10 graden uit. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.